allemaal. Hier weer een vlog. Ik sta hier met iemand van de Vrienden van het Zand. We hebben net een vergadering gehad. Zou jij jezelf misschien kunnen voorstellen, Bertus? Ik ben Bertus Bauer. Ik ben de voorzitter van de Stichting Vrienden van het Zand. De stichting die heeft als oogmerk om een aantal dingen te financieren die niet uit het reguliere budget van het zorgspectrum kunnen worden betaald. En we proberen daar ook fondsen voor te werven, maar het belangrijkste natuurlijk om de mensen door te ondersteunen, in ieder geval financieel, gelukkiger te maken. En kan jij een voorbeeld noemen van een project wat jullie gefinancierd hebben? We hebben onder andere het fietslabyrint, wat u naast mij ziet, hebben we gedeeltelijk gefinancierd. Het fietslabyrint, voor degene die dat niet kent, dat is een uitrusting waar je dus makkelijk kunt fietsen. En daarbij kijk je op een scherm. En dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat je door je eigen buurt fietst of in een mooie stad. En zo kun je dus een hele mooie rit maken. En dat geeft voor de mensen geeft dat een heel hoop plezier. Ja, super. Jan achter mij die fietst de hele wereld erover. En ik begreep net dat Jan zo'n 1,5 uur per dag fietst. Dus die heeft vast inmiddels kwiekebeentjes. Ja, dankjewel Bertus. En graag gedaan. Tot ziens.